dit niet gepland, u hebt ons verrast. Maar wij willen u mededelen dat de raad volledig staat achter die directie. Wij zijn geen politici. Die ervaring hebben wij niet. Wij zijn bankiers. En onze eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft om uw geld hier te zetten, dat wij dat vertrouwen niet mogen beschamen op geen enkele wijze. Tegelijkertijd moet ik aangeven dat wij van geen enkele partij nog de opdracht, nog druk hebben ontvangen om de directeur te ontslaan. Dat wil ik tegelijkertijd erbij zeggen. De Raad van Commissarissen benoemt en ontslaat de directeur. We zijn een onafhankelijke systeembank. De DSB heeft de afgelopen maanden grote sprongen vooruit gemaakt. Dankzij het leiderschap van Steven Contino. Aangevuld met de overige directieleden. En eerlijkheidshalve, het gehele personeel van de bank die heel supportief geweest is. En daar wil ik jullie allemaal de reden waarom we vandaag hier zijn, is om samen met de directie niet alleen de next steps te bespreken, maar ook garanties te creëren dat we alles wat wij u beloven kunnen waarmaken. We zijn niet hier om spelletjes te spelen. We zijn hier om te zorgen dat uw geld veilig is. Laat me beginnen te zeggen, de Raad heeft vanaf dag 1, sinds ik aangetreden ben, heeft meegemaakt de botsingen die ik frequenter heb gehad met de Centrale Bank. Ze hebben mij ten alle tijden ondersteund. Ten alle tijden. Ik ben ontzettend. Wij zijn hier niet vandaag voor mij. Dit gaat niet om mij. Dit gaat niet om mij. Dit gaat om jullie als DSB personeel. Dat we staan voor onze bank. Onze bank. En niet alleen om ons. Dit gaat om ons volk. Wij Surinamers. Het is een keer afgelopen met een rotzooi. Die hebben geen politiek. Heel veel mensen hebben tegen mij gezegd, Steven, kan je alsjeblieft je toon temperen? Ik zal mijn woorden voorzichtig kiezen. Tegelijkertijd, mijn emotie blijft hetzelfde. 600.000 mensen verdienen het om met respect behandeld te worden. Hun geld is hun geld. Ja. Niet voor aardappelen of uien. Laten we alsjeblieft nog geen vingers wijzen. Laten we geen insinuaties maken. Wij weten het niet. Er zijn heel veel zaken die nu gaan. Die heeft het gestolen, die heeft gestolen. We weten het niet. En ik vraag u allemaal. Laten we alsjeblieft blijven weg van het hele idee van vingerwijzen, die laten we het niet doen. En laten de juridische processen die zich zullen voordoen, laten die hun gang gaan. Maar laten we alsjeblieft nu niet boos worden, want we weten nog niet precies op wie we boos moeten zijn. We weten het niet. We weten het nog niet. Wij hebben één taak, onze klanten. Daarom zijn we hier. Dat maakt ons DSB. Ja. Voor altijd. We hebben al een geruststelling van. Steven gaat nergens. Maar om het in de surras te zeggen, laten ze ons uitleggen per umonide. Per umonide. Ja? Dus laten wij
uit deze actie uiteindelijk ook de geruststelling krijgen van hoe ons geld weer terug gaat vloeien naar niet alleen de DSB, maar naar alle overige banken. Ja.